1. Azijn bestrijdt schimmel. Voedschimmel. Het azijnzuur in azijn helpt om schimmels te verwijderen. Die kunnen immers problemen veroorzaken zoals voedschimmel en vergeelde nagels. Azijnzuur werkt schimmelwerend en antibacterieel. Het houdt ontstekingen onder controle en vormt bovendien een beschermende laag tegen toekomstige aanvallen van micro-organismen. Hoe gebruik je het om schimmel te bestrijden? Voeg een kop azijn toe aan een kop warm water. Laat dan je voeten gedurende 15 tot 20 minuten hierin werken. Punt. Herhaal deze behandeling 2 tot 3 keer per week. 2. Het maakt de huid glad. Dit natuurlijke ingrediënt werkt ook exfoliërend. Het verwijdert de dode huidcellen die ervoor zorgen dat je huid droog en ruw aanvoelt. Hoe gebruik je azijn voor dit doel? Week de voeten in een kom water met azijn gedurende 15 tot 20 minuten. 3. Met azijn kan je vratten verwijderen. Vratten, hier hebben we het over appelazijn. Deze azijnsoort bevat zuren die doeltreffend zijn tegen virussen die vratten veroorzaken op de huid van de voeten. Door zijn samenstelling neutraliseert appelazijn elke ontsteking en maakt het vratten zachter, totdat ze volledig verwijderd zijn. Hoe gebruik je appelazijn om vratten aan te pakken? Voeg een halve kop appelazijn toe aan een kom warm water. Week daarna je voeten weer in gedurende 30 minuten. Punt. Een andere mogelijkheid is om met een bolletje wat de appelazijn rechtstreeks op de vrat aan te brengen. 4. Azijn vermindert jeuk. Jeuk op de voeten kan ontstaan doordat de zuurtegraad van de huid niet langer in evenwicht is. Deze verstoring van de zuurtegraad is ofwel het gevolg van een erg droge huid of van een overmatige ontwikkeling van schimmels. Soms wordt het ook veroorzaakt door een allergische reactie op het materiaal waaruit je schoenen gemaakt zijn. Dit is inderdaad een heel vervelend symptoom, maar gelukkig kan azijn dit symptoom verlichten. Bovendien zal het ook de oorzaak van het probleem onder controle houden. Hoe gebruik je azijn bij jeuk? Voeg dezelfde hoeveelheden azijn en warm water samen. Laat je voeten gedurende 20 minuten in dit mengsel werken. Punt. Indien je het nodig vindt, kan je deze behandeling elke dag herhalen. 5. Azijn neutraliseert slechte geuren. Voeten, veel zweten en de ontwikkeling van bepaalde bacteriën op de voeten kunnen onaangename geuren veroorzaken. Bovendien zijn ze vaak moeilijk te bestrijden. De aanwezige zuren in azijn verminderen de overproductie van vocht en verhinderen ook de groei van ziektekiemen. Wat betekent dit concreet? Wanneer je je voeten behandelt met azijn, dan werkt het als een natuurlijke oplossing en maakt het een eind aan die vervelende geuren. Hoe pas je deze behandeling toe? Meng in een kom 2 delen water met 1 deel azijn. Laat je voeten hierin werken gedurende 15 minuten. Punt. Als de geur nog steeds sterk is, voeg dan enkele druppels titreolie toe aan het mengsel. Punt. Je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat je schoenen schoon zijn voordat je ze opnieuw aandoet. 6. Het verzacht likdoorns en eelt. Eelt op de voeten kan een gevolg zijn van te veel aan dode cellen en van wrijving bijdragen van bepaalde soorten schoenen. Azijnzuur werkt exfoliërend en verzachtend. Dat is ideaal om dode huidcellen te verwijderen en alle harde plekken zachter te maken. Zodra de azijn door de huid is opgenomen, verhoogt het vochtpeil in de huid. Na verloop van tijd zal het aanzicht van de voeten verbeteren. Hoe pas je deze behandeling toe? Voeg dezelfde hoeveelheid wit azijn en warm water samen. Week je voeten hierin gedurende 15 tot 20 minuten. Punt. Herhaal deze behandeling elke avond. Gebruik een puimsteen om je voeten extra te verzorgen.